Kritiek van het COA op de plannen van staatssecretaris Van den Burg. Ja, een flinke tegenvaller. Misschien ook wel de zoveelste tegenvaller. Want laat het COA nou precies de partij zijn waarmee Van den Burg die opvang van asielzoekers moet zien te organiseren. Duidelijk is in ieder geval dat zij de nieuwe asielwet totaal niet zien zitten. Deze ochtend komen ze met een lijst van 32 kritiekpunten. Trouw schrijft daarover deze ochtend. De krant kopt met COA kraakt asielwet. Dit lost de crisis niet op, zeggen zij. Want de wet is te snel bedacht, dat is punt 1. En als je dan naar de details gaat kijken van deze wet, ja, dan laat het eigenlijk zien dat op korte termijn niet genoeg opvangplekken worden gecreëerd. Pas in 2024 gaat dit plan de opvang verlichten op z'n vroegst. Nou, de Tweede Kamer die krijgt de lijst met kritiekpunten opgestuurd, zodat zij dit mee kunnen nemen in overleggen en debatten. De vraag is welke invloed deze terugkoppeling gaat hebben. De crisis is ondertussen natuurlijk ook nog steeds heel groot en deze wet zou in theorie voor 40.000 extra opvangplekken moeten gaan zorgen. Nou, en Van den Burg had al zo'n moeite om deze wet erdoor te krijgen. Zeker ook omdat zijn eigen partij, de VVD, dwarslag en liever aanpassingen wil. Nou, zij zijn het er inmiddels mee eens. Zij willen dat die wet er komt. Maar ja, nu het COA. 32 punten van kritiek, het zijn er nogal wat. Dat is een flinke tegenvaller, of niet? Dat is uitwerking. En we gaan ons erover buigen. Kijk, ik moest een beetje glimlachen toen ik hoorde dat de wet zo snel was gemaakt. Want we hebben daar vele weken over gesproken. Ik heb vele uren op het ministerie van JNV doorgebracht. Dus het was niet snel. Maar dit is uitwerking. Het principe staat. En er zal ongetwijfeld een goede wet uiteindelijk komen. Ja, maar wat nu het COA zegt, dat is eigenlijk ook hetzelfde wat de burgemeesters eerder al zeiden. Die zeiden, het is te onduidelijk en te complex. Maar is dat dan inderdaad echt uitwerking? En wat de wet doet, is aan het begin aanmoedigen om vrijwillig naar voren te stappen en zeggen, en wij willen mensen opvangen. Dat is de aanmoediging en dat geeft enige onzekerheid. En wat COA wil, is zekerheid. Dus je hebt een periode waarin gemeenten zich gaan aanmelden. Ja, we zullen echt moeten zien hoe dat gaat uitpakken. Ik heb goed vertrouwen dat gemeenten die weten dat ze allemaal aan de bak moeten, dat ze ook echt die stap naar voren zullen zetten. Ja, maar toch horen we dan dat dit gaat op zijn vroegst voor verlichting zorgen in 2024. Ja, dat is dan nog heel 2023 met de problemen die we nu kennen. Ja, maar ja, ik moest ook wel een beetje zuur glimlachen, want er wordt nu de suggestie gewekt alsof er inderdaad een flutwetje even snel gemaakt is. Maar het roept bij mij ook wel een beetje Nederlands, een beetje Polder. Het is nooit goed. Nou ja, maar het COA is toch niet zomaar een organisatie die dit zegt? Dit is een van de grote samenwerkingspartners waar toch Van den Burg het van moet hebben. Natuurlijk, en we gaan die punten beoordelen. Dat gaan mijn collega's doen. Daar gaat goed naar gekeken worden. Maar toch wel even aan het einde van de dag. Iedereen wil in Nederland vaak het voor het zeggen hebben. Maar ik bedoel het niet lullig, maar er zijn 150 mensen, dat heet de Tweede Kamer, die uiteindelijk zich buigen over een voorstel en zeggen, we gaan het zo doen. Dus ik vind ook, laten we nou met elkaar kijken hoe we vooruit kunnen. En laten we hopen dat er veel gemeenten zich aanmelden, dat het goed komt.